Ik ben Rick Splinter en ik ben partner-architect bij Meccano Architecten. Ik ben zelf vaak betrokken bij opgaves waarin woningbouwprogramma en stedenbouwkunde en landschap bij elkaar komt. Zoals ook de opgave hier bij Leidse Schans. Rond de 2000 woningen, of studentenwoningen, dat was de eerste opgave waar we mee te maken kregen. Dus dat was wel een uitdaging om die op een plek die eigenlijk bijna niet zichtbaar is vorm te geven. Duurzaam aan het studentencampus is dat wij al van het begin hebben nagedacht over zo min mogelijk energie te gebruiken binnen de hele campus. En we zijn natuurlijk 12 jaar geleden begonnen, dus er zijn ook wel ontwikkelingen in die tijd hebben plaatsgevonden om dat op andere manieren te doen. En in de tijd heeft ons ook dat wel ingehaald in de zin van dat de laatste gebouwen ook helemaal elektrisch zijn en met warmtepomp zijn er ingericht. We hebben toen ook wel nagedacht in het plan over de betonstructuren die achter deze gevels een plek krijgen. Maar ik kan me voorstellen dat je daar nu ook weer opnieuw over na zou denken of dat misschien demontabel zou kunnen zijn of nog flexibeler ingezet kan worden voor een later tijdperk. In de energievoorziening is er eerst de beperking van energie gezocht om de compacte woningen te maken en isolatiewaardes heel hoog te maken. En vervolgens is er ook warmteterugwinning heeft een plek gekregen. En daarna is er ook hernieuwbare energie toegebracht in de vorm van zonnepanelen. We wisten toen dat er een norm was en daar hebben we echt al, zijn we ver onder gaan zitten om het plan al duurzamer aan te bieden dan gevraagd werd op dat moment. Eén ding hoe we op de hoogte blijven van de duurzame ontwikkelingen is dat we een lab hebben in ons eigen kantoor. En daarin zijn er ook verschillende personen betrokken die ook in elk deelgebied zeg maar, onderzoek doen. Ik vind het heel goed dat het Pensioenfonds van Architecten ook investeert in duurzame projecten. Omdat hoe meer mensen aan de tafel vanuit die kant naar projecten kijken, hoe beter we het ook met elkaar kunnen realiseren.